En de 15 werknemers van het uitzendbureau Isopair, die eerder problemen hadden met hun werkgever, zijn vanmorgen in staking gegaan. De werkneerlegging heeft te maken met de beloofde loonaanpassing die vanaf december 2017 is uitgebleven. Een gesprek hierover met de directie van het uitzendbureau heeft gemaakt dat de arbeiders op 19 juni op straat zijn gezet. De werknemers hebben zich om deze reden gewend tot de Algemene Werknemersbond AWB, onder leiding van Armand Zunder. Hij zegt dat de werknemers niet met ontslag zijn. Volgens Zunder probeert de directie een verdeel- en heerspolitiek te voeren onder de werknemers. Hij geeft aan dat het bedrijf 9 arbeiders in dienst wilde houden en voor de anderen ontslag heeft aangevraagd. Afgelopen 18 juni we hadden een toolbox meeting. En een maand in dat die, we zouden van de directeur horen wat er precies zou gebeuren. Ja. Ik weet niet precies van wie de directeur heeft vernomen, maar we hebben een meeting en in eerste instantie de directeur Taki. Heren, ik heb vernomen dat jullie gaan staken, want jullie willen loonsverhoging hebben. En als dat het is, dan houdt het op, dan sluiten we de tent. En dat is geen, zo communiceer je niet. Dat is geen manier van praten tegen uw werknemers. We doen de gevaarlijkste werk in Suriname. Je mag het van me nemen, de gevaarlijkste werk doen we daar op Staatsolie. We willen eigenlijk die verhogen en we willen natuurlijk dat iedereen weer in dienst wordt genomen. Dat is het hoofdpunt. We willen weer werken, want nu zijn we thuis. En we willen die verhogen en we willen dat alles goed. Kijk, pensioen wordt in stukjes betaald voor ons. Belasting, andere groot probleem daar. Dus alles moet gewoon op één rechte lijn zijn en dat we weer lekker aan het werk kunnen gaan. Enkele werknemers van het uitzendbureau Isopair over de reden van de staking. AWB-voorzitter Zunder zegt verder dat het eisenpakket van de 15 werknemers vandaag aan de directeur is overhandigd. De bond wacht nu op een reactie. Hierna wil zij om de tafel met de directie van het uitzendbureau Isopair. Dus dat heeft gemaakt dus dat de mensen hebben gezegd van nee, we pikken het niet meer, we gaan staken. En ze hebben dan 5 eisen op een rijtje gezet. We hebben al 2 genoemd. Een andere is dus dat zij dus ook een toelage willen hebben die overeengekomen is en ook staat in het arbeidsreglement voor gevaarlijk werk. Want deze mensen doen zeer gevaarlijk werk op de plant van Staatsolie. Ze bouwen namelijk stellages en ze zijn bezig met allerlei hete pijpen in die raffinaderij. Ook hebben zij geëist van die werkgever dat hun salaris aan het eind van deze maand en hun vakantieuitkering, dat ze daarover kunnen beschikken. Armand Zunder, voorzitter van de AWB, die de staking leidt. Enkele werknemers gaven hun ontevredenheid eerder aan.